Verlies, hoe ga je daarmee om? Hoe blijf je overeind bij een tragische gebeurtenis in je leven? Avanti Almere, het platform voor diversiteit in Almere, probeert de antwoorden op deze vragen deze maand te vinden. In de studio Veerle Corstens van Avanti en Gilbert Capricorne, ook bekend als DJ SMASH. Welkom beiden. Ja, Veerle, om bij jou te beginnen, nogal een zwaar onderwerp, hè, verlies. Waarom hebben jullie hiervoor gekozen? Nou ja, omdat je niet per se zware onderwerpen hoeft te schuwen, wat mij betreft. En omdat iedereen ermee te maken krijgt. Ja, en, nou, jullie zijn op zoek gegaan naar antwoorden. Hoe blijf je overeind bij een tragische gebeurtenis in je leven, bijvoorbeeld? Nou, één vind ik heel bijzonder. We hebben een podcast met Willeke Meijer, die nou echt alle mogelijke shit die je kunt verzinnen heeft zij meegemaakt. Geprostitueerd als kind. Haar kinderen werden vervolgens weer misbruikt door een pedoseksueel in de gevangenis. Want ze heeft uiteindelijk haar derde man neergestoken. In de gevangenis is zij alle misstanden in de gevangenis gaan aankaarten. Nou, in principe denk je, er zijn heel veel redenen om niet overeind te blijven. En zij blijft ook overeind. En hoe, dat vroeg ik ook aan haar, hoe dan? Zegt ze, ja, weet ik eigenlijk ook niet. En ja, de kleur paars brengt daar heel veel. Nou, was een antwoord wat ik niet per se had verwacht. Zij is volledig gekleed in het paars altijd. En geeft iedereen met wie ze spreekt een klein paars hartje. En zij vindt ergens de kracht vandaan. Niemand weet waarom of hoe. En maar zij doet het. Wel inspirerend, dat soort verhalen. Nou ja, best wel. Ja. En ook fascinerend hoe sommige mensen omvallen bij dezelfde gebeurtenis en iemand anders overeind. Het is mij een raadsel. Echt waar. Gilbert, jij bent DJ, je bekend als SMASH. Draait door het hele land heen. Klopt. Je hebt van nabij meegemaakt dat iemand die heel belangrijk voor je was plotseling wegviel. De Almeerse jongerenwerker René Kempenaar. Mm-hmm. Bekende René Kempenaar. Wat was dat voor een man? Bijzonder man. Het is heel moeilijk in te vullen wat voor man hij was. Hij, tenminste in mijn jeugdtijd dan praat ik toen hij dus inderdaad jeugdwerker was. Hij was altijd aanwezig. Dat was het vooral. Hij was altijd aanwezig en altijd iemand die luisterde naar wat wij deden. En dat maakte hem een hele bijzonder persoon. Je praat over wij. Het was er niet alleen voor jou, het was voor alle jeugd. Ja, echt alle jeugd. Echt van allerlei platformen af, van allerlei doelgroepen uit. En hij was er. Maar hoe bijzonder is dat? Was het een vaderfiguur? Nee, dat wil ik niet zeggen. Ik heb een hele goede vader zelf. Dus dat wil ik niet zeggen. Maar ik bedoel, nee, maar ik snap wat je bedoelt. Maar een vaderfiguur is denk ik... Ja, dat is te specifiek. Want René was iemand die hij was meer een soort gids. Hij bracht je naar de juiste plekken. En hij wist de juiste mensen voor jou te vinden... voor hetgene wat jij wilde doen. Dat is het meer, dat hij dat was. Toen hij overleed, mm-hmm. Hoe ben jij omgegaan met dat verlies? Nou ja, in eerste instantie schrik je natuurlijk altijd van het verlies van iemand die je heel veel zag en heel veel sprak en heel veel voor je gedaan hebt in de jeugdtijd natuurlijk. Maar ja, je komt om de duur natuurlijk wel ook te staan met van en wat nu? Dat is het vooral geweest in Almere in de tijd dat ik daar dus opgroeide. Want hij was eigenlijk een van de weinige mensen die waar je daarvoor eigenlijk zoiets had van... oké, ik weet niet hoe de jeugd het leuk vindt hier. Totdat er dus zo'n persoon binnenkwam. En dan had je zoiets van, dit is iemand die weet wat er speelt. En ook daarmee aan het werk gaat. En, maar hij kon ook best pittig zijn, toch? Ja, maar dat betekent niet dat je niet weet wat er speelt. Weten wat er speelt is inderdaad ook, zoals je zegt... soms de vinger op de zere plek leggen. En zeggen van, dit is jouw issue. En was dat juist wat de mensen nodig hadden op dat moment misschien? Onder andere. Het is, tuurlijk, kijk, ik ben dan niet zozeer dat ik dat nodig had. Maar er zijn inderdaad jongeren geweest die echt dat nodig hadden. En... hij was daar. Hij was daar daarvoor. En hij was daar niet om met de vinger te wijzen naar iemand van... jij doet dit verkeerd. Nee, het is van, kijk hoe je het ook kan doen. En nou ja, toen overleed hij dus plotseling. Hoe was dat? Jij vertelde net over je eigen rouw. Hoe was dat voor de andere jongeren? Ja, net zo, tuurlijk. Het is, dat is zoals ik zeg, kijk, daarom zeg ik ook niet ik. Het was echt een... Hij was er voor de jongeren. En daar bedoel ik ook mee alle soorten jongeren. Toen tijdens zijn begrafenis, weet ik nog, ik was daar. Je had daar echt jongeren vanuit allerlei groeperingen. Er waren was rockjeugd, skatejeugd, graffitijeugd, het hiphopjeugd. Het was allemaal daar. En we waren allemaal zo van... En ik weet, iedereen die daar zat, had zijn eigen verhaal over René. Ja, daarover gesproken, Veerle. Ja, jullie hebben ook met de anderen gesproken over de dood van René Kempenaar. Nu zie je wel vaker als er iemand is overleden dat het een soort cultstatus ontstaat, een heldenstatus. Heb je het idee dat bij René ook echt zo was, hè? Dat hij echt een held was? Ja, dat idee heb ik wel, omdat het is nu, hoeveel jaar geleden dat hij is overleden? Zal ik je eerlijk zeggen, ik weet het niet eens. Het is echt een tijd geleden geweest. En, ja, ik heb zoveel meegemaakt in de tussenperiode. Ik denk dat het... 15 jaar geleden 15, of zo? Ja, misschien tussen de 20 en de 15 jaar geleden is geweest. Ja, dus dan weet je misschien wel een beetje wat er is blijven hangen. Nou, ja, als het heel kort geleden is, dan is dat natuurlijk makkelijker om te zeggen... oh, het was allemaal zo geweldig. En nu dat de jongeren die nu dus zijn opgegroeid... die nu net als Gilbert 40 zijn, of ouder of jonger, maar... Denk dat je mijn leeftijd even... Oh, sorry man. Nu weet iedereen dat ik oud ben. Nee, dat is helemaal niet erg. Maar dat je dan juist op zo'n punt bent in je leven dat je bedenkt van... hé, wat heeft me eigenlijk hier gebracht? Ja. En dat juist die jongeren zeggen van... nou, deze man heeft me echt iets gebracht. Ik vind dat wel... dat zegt wel wat. Dat wel echt wel wat zegt, ja. Maar zie je dan dus... want ja, zij hebben dan allemaal hetzelfde verlies meegemaakt. Zie je daar dan verschil in rouw en verwerking? Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Verschillende manieren van omgaan? Ja. Met? Dat weet ik eerlijk gezegd niet, nee. Dat ik weet meer zo wat het heeft gebracht, zijn leven eigenlijk. En niet zozeer zijn dood. Het maandthema van Avanti, het platform voor diversiteit in Almere... is deze maand dus omgaan met verlies. Ja, een zwaar onderwerp. In de verhalen die ze deze maand delen met Almere... gaat het om het verlies van huisdieren... maar ook over het plotseling overlijden van René Kempenaar. Een voorbeeld voor veel jongeren in Almere. In de studio nog steeds Veerle Corstens van Avanti... en Gilbert Capricorne, ook bekend als DJ Smash. Yes. Je vertelde net al hoe belangrijk René Kempenaar was voor jou... Hè, en voor de jongeren om je heen. Klopt. Wat heeft hij achtergelaten in de stad? Wow. Om maar meteen even te vragen. Ja, dat is best wel zwaar. Nou ja, zwaar. Hij heeft veel talent. Kun je hem nog voelen? Hij heeft veel talent kunnen ontwikkelen. Laten we dat zeggen. Ik ken een aantal mensen die met hem gewerkt hebben. Die nu... modeateliers hebben, kunstateliers hebben. Heel veel geld hebben verdiend met rappen. Ja. De hele wereld rondreizen als DJ. Ja, dus hij heeft best wel veel... Hij heeft veel talent ontwikkeld die nu uiteindelijk... allemaal bezig zijn met hetgene wat ze nooit dachten dat ze... konden doen in de tijd dat ze ermee begonnen... en waar René toch altijd een platform voor geschept heeft. En uiteindelijk daarmee een begin hebben kunnen maken... met de droom die ze nu leven. Is dat allemaal creatief talent eigenlijk, als ik jou zo hoor? Het is niet alleen maar creatief talent... want ik ken een aantal mensen die voor 5 mei werken in de organisatie... Dus die ook daar begonnen zijn. Dus het is ook organisatorisch. Het is eigenlijk van allerlei vlakken, joh. Hebben jullie het onderling nog steeds over hem? Ook al is het alweer zoveel jaar geleden? Soms. Kijk, ja... Hij was actief in Almere Stad en je komt toch vaak in Almere Stad. Dus altijd als ik bijvoorbeeld langs de auto loop en met iemand dan... ja, dan valt natuurlijk altijd wel even het gesprek. Als we zo over René praten, ben je dan nog steeds verdrietig? Of denk je juist aan de mooie dingen van hem? Of? Nou, verdrietig is... Nee. Kijk, ik heb een grootmoeder gehad, die heb ik verloren. Die heeft ook heel veel voor mij betekend. Daar ben ik verdrietig over. Ik ken René, zijn dochter kende ik. En zij is natuurlijk verdrietig over het verlies van haar vader. Ik voel me vereerd meer dat ik hem heb kunnen kennen. En met hem bezig heb kunnen zijn. Dat is het meer. Het is niet dat ik... kijk, verdrietig is... Weet je... Ja, ik denk... Nee, het is niet het... Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, maar misschien maar een andere soort verdriet. Het is niet... Ja, het is... Het gemis. Ik erken het gemis. Laten we het zo zeggen. Ja. Maar verdrietig is niet... nee, je gaat niet bij de bakken neerzitten ermee. Goed. Ja, Veerle, verlies is dus het thema. Hè? En naast de mooie verhalen over René Kempenaar... zijn jullie ook een kijkje gaan nemen op de dierenbegraafplaats in Almere. Ja. Waarom daar? Nou, omdat dat ook voor heel veel mensen heel herkenbaar groot verlies is. En dat soms nog best wel eens een beetje simpel over gedaan wordt. Van god, ja, je huisdier, neem je toch gewoon een nieuwe. Nou, zelfs een boek. Ja, ik wou net zeggen, dat is de titel van een boek. Precies, en dat wordt echt heel vaak gezegd. Ja. En terwijl dieren heel vaak gewoon echt een lid van het gezin zijn. En dus is het eigenlijk ook heel erg goed om daar ook om te rouwen. En ja, een begraafplaats is een manier om te rouwen. Er zijn natuurlijk heel veel manieren, maar dit is een best wel prettige manier om te rouwen. En, en die begraafplaats gaat daar heel goed en mooi mee om, eigenlijk. En wat voor verhalen kwam je daar tegen? Heb ik niet zelf gemaakt, heeft een redacteur gemaakt. Maar wat zij beschrijft is... veel mensen die echt inderdaad blij zijn met dat ze een ritueel... dat ze er naar terug kunnen. Dat ze naar een graf kunnen van hun huisdier. En dat ze daarmee dat verdriet kunnen... In erehoud klinkt heel raar, maar dat je... misschien ook wel het erkennen wat jij net zegt... dat je nog even ernaar terug gaat en er weer even aan denkt... op zo'n moment en denkt, god, dat was een... En misschien heb je wel een nieuw huisdier. Dat kan heel goed. Maar dat je diegene niet vergeet. Dat je dat lid van jouw gezin niet vergeet. Ja. Niet het vervangen, inderdaad. Dat is natuurlijk altijd een pijnlijk iets. Je vertelt allerlei mooie verhalen. Kunnen we die ergens teruglezen? Ja, allemaal op avanti-almere.nl. Daar kun je alles vinden. Kun je al verklappen wat het thema voor volgende maand is? Zeker weten. Dat is een nieuw begin. Kijk, dat sluit mooi aan. Ja. Dan gaan we naar een nieuw begin. En dat zijn mensen die bijvoorbeeld iemand in een rolstoel terecht is gekomen... en die vervolgens heel fanatiek is gaan rolstoeldansen. Iemand die doof is geworden. Nou, dan maak je ook een heel nieuw begin. En we hebben ook een talkshow die daar ook helemaal over gaat. Dus daar hebben we nog meer van dat soort gasten... die allemaal nieuw begonnen zijn. Mooi, en dat is in de decembermaand. Precies. Nou, ja. Dank jullie wel voor jullie komst. Veerle Corstens van Avanti en Gilbert Capricorne.